Opa Hendrik maakte portretten. Vader Maarten schilderde bloemen en zoon Jeroen Krabbe heeft zich gespecialiseerd in landschappen. Maar er zijn nog meer creatieve Krabbe's. In het museum Jan van der Tocht in Amstelveen is nu ook het werk te zien van Jeroens halfbroer, Mirko. Oh, ze hebben hem hier opgehangen, dat had ik ook nog niet gezien. Dat hadden we nog niet gezien. Oh, kijk aan, helemaal mooi. Papa. Mirko's vader Maarten overleed in 2005 toen hij bijna 100 jaar oud was. Volgens Mirko is het geen wonder dat de familie Krabbe zoveel kunstenaars heeft voortgebracht. Ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat mijn vader... mijn grootvader heb ik nooit gekend, maar mijn vader een uitgesproken didactische gave had om dingen over te brengen. Sommige kunstenaars sluiten zich helemaal af en willen zelfs met hun kinderen nauwelijks iets te maken hebben wat betreft de overdracht van mijn vader niet. Die tekende en die liet werelden ontstaan en dat was fenomenaal zoals hij dat deed. Zo'n familie vol kunstenaars, daar zou je toch wel wat onderlinge rivaliteit verwachten. Maar volgens Mirko speelt dat helemaal niet. Ook niet tussen hem en zijn halfbroer Jeroen Krabbe. Het geeft je de gelegenheid om van jongs af aan daarmee bezig te zijn, zonder dat er op een rare manier wordt gedaan, word maar geen kunstenaar, want dat is zo slecht, of wat dan ook, wat het vaak een soort bijklank heeft. Je kunt er toch je brood niet mee verdienen of zo. Nee, het is in die zin is het interessant, omdat je altijd die stimulans hebt. Dat er op deze expositie geen werk te zien is van de beroemde halfbroer, komt gewoon omdat er geen plek meer was. Het is een hele mooie afgewogen expositie, denk ik, van mijn vader, van mij en van mijn vrouw Anke Akerboom. Dus daar, ja, het museum heeft maar een aantal vierkante meters. De tentoonstelling in Amstelveen is nog tot eind augustus te zien.